De totale chaos in asielzoekerscentra voor de zoveelste keer. Doen ze dat nou gewoon expres, die chaos? Wordt het georganiseerd om asielzoekers af te schrikken of zo? Het is toch beschamend, die troep. Dat ik elke dag in de krant lees als 50 mensen op een stoel hebben geslapen al. Kan ik vrij redelijk dut in mijn bureaustoel, moet ik zeggen. Maar is dit nou toch, waar je ook kijkt in Nederland, die waar de NRC over schreef, die ruzie tussen de NAM en de overheid, waardoor er in Groningen echt een kloot gebeurt. Had die NAM dan gewoon uitgeschakeld, apart gezet, weet ik wat je ermee doet als overheid, maar zegt, we hebben het wel gezien. Het is genoeg geweest nu, jullie sabotagepolitiek. Ja, de NAM zegt natuurlijk, het is de overheid die de fouten maakt. Maar goed, dat et dat dan maar voort. Alsof het eindeloos door kan etteren. Hè? Idem dito die toet. Nou, waar je ook kijkt, zie je een soort wonderlijke, machteloze incompetentie van het Nederlandse overheidsapparaat. Wat toch traditioneel een hele goede reputatie had. Raar, hoe zou dat komen? Hè? Ja, dat weten wij allemaal heel goed hoe dat komt. Sinds we dus een kleine, slagvaardige, relatief zo goedkoop mogelijke overheid moesten hebben. Overal aan het reorganiseren zijn gegaan. Overal enorme bezuinigingen er doorheen hebben gejast. Hè? Hoe was het ook weer om klaar te zijn voor de 21ste eeuw? Allemaal wezenloze retoriek, niet waar we aan. Waar dan natuurlijk die coalitieregeringen het hun aan hebben bijgedragen. Het is, je wordt er wel somber van. In de maart hebben we een niet onaardig stuk over dat in allerlei opzichten in België de boel beter georganiseerd is dan in Nederland. Dat we dat ooit nog eens moesten constateren.